Helemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En dit keer is een shoplog van dingen die ik de afgelopen maanden heb gekocht. Ik heb van alles opgespaard en dus niet alles in één keer gekocht. Ik ga in deze video ook aanbeelden laten zien, want dat vind ik altijd heel erg leuk om te doen. En dat is natuurlijk ook handig voor jullie. Ik zal als eerste beginnen met de kledingstukken en daarna doorgaan met andere accessoires en kleine spulletjes. Want ik heb verschillende dingetjes gekocht. En waarschijnlijk, nu je naar deze video kijkt, denk je echt van, wat is er gebeurd? Want als je vaker mijn video's kijkt, dan zie je een aantal veranderingen. Namelijk als eerste, het is een camera. Het is echt een hele andere kwaliteit, heel ander beeld. En ik ben er onwijs blij mee, want na lang twijfelen en jaren hebben gespaard, heb ik een nieuwe camera gekocht. En deze camera heb ik niet zomaar gekocht. Ik heb het gekocht voor YouTube, fotografie en voor mijn opleiding op school. Met opdrachten is het ook heel erg handig. En ik ben er echt onwijs blij mee, want kijk, deze kwaliteit. Ik vind het echt heel erg leuk dat die lampje op de achtergrond ook zo ziet. En ja, het ziet er gewoon veel mooier uit. En ik heb de Canon EOS 760D gekocht met de 18-55mm lens. Dus als je daar geïnteresseerd in bent, dan weet je dat ook nu. En ik filmde eerst met deze camera. Dit is eigenlijk ook gewoon een soort vlogcamera. Deze ga ik ook houden. Dit is altijd handig om een tweede camera te hebben. En deze ga ik ook nog gewoon gebruiken om te vloggen. Dus maak je geen zorgen, er komen ook nog vlogs aan. Ik zal eventjes het verschil laten zien tussen deze camera en de nieuwe camera. Ook zit ik op een nieuwe filmplek hier voor mijn kledingrek. Ik weet niet of jullie dit ook een leuke plek vinden. Laat het maar eventjes weten hierboven in de poll. En waarschijnlijk is het wel opgevallen, want het is best wel heftig. Ik heb een keertje een lipstick op, want ik heb er eigenlijk heel erg veel, maar ik draag het eigenlijk nooit. En voor de mensen die het willen weten, het is deze matte lipcream van Sleek. En hij heet Chubby Chick en het is 1037 en hij is mat. Dan heb ik ook nog een nieuw dingetje aan. Dat is dit shirt. Hij komt van H&M. En ja, ik vond het wel eigenlijk een leuk nieuw kleurtje. Een keertje wat anders. Leuke tekst erop. Dan heb ik twee dingen gekocht bij de Stradivarius. En deze twee draag ik ook wel samen. Dit is gewoon eigenlijk een blank t-shirt. Met hier twee wimpers op je borsten. Wow, dat ziet er echt prachtig uit. Maar ja, ik vind deze eigenlijk heel erg schattig. En vooral in combinatie met de broek. Want het is een streepjes broek. Hij zit super lekker. Het lijkt een beetje joggingbroekachtig. De onderkant is omgevouwen. En hierboven heb je zo'n elastieke band. Ik vind hem echt heel erg leuk. Hij zit super lekker. Dus een leuke outfit van de Stradivarius. Dan heb ik ook nog een paar dingetjes van de Pull & Bear. Want dat vind ik ook echt een steeds leukere winkel worden. Als eerste dit shirtje. Die konden jullie al zien in mijn vlog. En hier zat een soort streepje op. En hier zat ook Follow Me. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. En mijn zusje vond dit eigenlijk een beetje lijken op een K3 shirt. Maar goed, ik vind het wel een leuk shirtje. Dan is dit een geel shirtje. Ik vond het wel een keertje wat anders. Er zat een blauwe bedrukking op. En deze tekst kun je alleen maar lezen als je in de spiegel kijkt. Of gewoon als je in spiegelbeeld kan lezen. Dus als je weet wat hier staat, dus laat maar even weten in de reacties. Dan heb ik daar ook een broek gekocht. En dit is een hele andere broek dan dat ik normaal draag. Normaal draag ik gewoon een skinny jeans. En dit is eigenlijk een soort van een keertje een mom jeans. Hij zit wat wijder. Het is een lichte kleur. Omgevouwen pijpen. En ja, het zit heel erg lekker. Was vooral heel erg lekker in de zomer. En deze shirtjes die passen er ook heel erg leuk en goed bij. Kan je zo leuk in je broek doen. En vooral ook heel erg leuk te combineren met mijn nieuwe schoenen. Ik wilde namelijk heel graag witte schoenen en ik heb verschillende dingen gepast. Uiteindelijk kwam ik terecht bij deze Vans. En dit zijn eigenlijk de Vans die tegenwoordig iedereen heeft. Alleen dan in het wit. Normaal heeft iedereen ze in het zwart met een witte streep. Maar ik heb deze gekozen. Ik weet niet altijd of dat nog de slimste keuze is. Want ik ben best wel zuinig aan mijn spullen. En soms dan wordt er echt vies, komt er een vlekje op en denk ik echt nee, ik wil ze schoon houden. Maar tot nu toe zijn ze echt nog aardig schoon gebleven. Ik ben er best wel trots op en blij mee. Dan heb ik deze van de Urban Outfitters. En normaal is het echt een hele dure winkel. Maar deze was toen in de sale voor maar 2 euro. En ik wilde eigenlijk al best wel lang een soort van beschermhoesje voor mijn zonnebril. Dus nu heb ik deze gevonden. Kan je er gewoon makkelijk in doen en zo dicht doen. Ziet er ook nog super leuk uit. En je hebt een bescherming voor je bril. Komen er minder snel krasjes op. En dan zie je het misschien al in beeld. Dit is een bijna dode roos, maar was echt heel erg mooi en rook lekker. En deze heb ik gekregen van 2 kijkers, want die kwamen naar me toe. En ik had het echt nooit verwacht. Echt heel raar, ik dacht echt, wat gebeurt hier? De ene kijker die wil niet op internet, maar de andere wel. Ik heb ook een leuke foto mee, die komt hier in beeld. En ik kreeg een leuke roos en een chocoladereep. Dat was echt super lief. Ik vond het heel erg leuk dat jullie naar me toe kwamen en
Dat was echt best wel bizar. Ook nog een tijdje terug. Toen ging ik rondreizen met Mila door Nederland. En toen kwam er ook nog een kijker naar ons toe. Ik zal die ook nog eventjes hier in beeld zetten. Dank jullie wel. Als je mij ooit tegenkomen, gewoon naar me toe komen. Ja, ik verwacht het niet, maar ja, je weet maar nooit, hè. Super bedankt in ieder geval. Dan heb ik van Bath & Body Works een handsanitizer. En deze ziet er heel erg leuk uit. Geel met blauwe stipjes erin. En hij ruikt ook echt heel erg lekker. Als je... Ik kan het zo uit laten komen. En dan die kleine balletjes, die knappen ook een soort van. Hij ruikt best wel heel erg zomers. Er staat hier op lemonade. En hij ruikt gewoon lekker fruitig, lekker fris. Handig om tussendoor even over je handen te doen. Gewoon fijn voor het idee. Het wordt waarschijnlijk niet echt schoon van. Maar het is gewoon lekker om even op te frissen voor je gevoel. Dan ben ik pas met school ook in Valencia geweest. En dat konden jullie ook nog zien in de sfeervlog. Als je die nog niet hebt gezien, zet ik mijn vind ietje en in de beschrijving. Want het was een hele leuke week. Met school ging ik daarheen. Valencia in Spanje. Het was super gezellig met iedereen. En daar heb ik ook nog twee dingen gekocht. Namelijk dit tasje. En dit was bij een shop. En dat heet Ale Hop. Als je... Het klinkt heel erg raar. Shop Ale Hop. Dat rijdt ook nog eens. Maar het is een soort heel grappige hebben dingetjes winkeltje. En ze bieden daar ook weer van alles aan. Kom je bij de kassa. Wil je dit? Wil je dat? Nee, dat wil je helemaal niet. Maar goed. Dit is gewoon een handig tasje. Ja, handig om iets in mee te nemen. Kleine toiletspulletjes eventjes in je tas te doen. Maandverband. Weet ik veel. Het kan altijd handig zijn. En ik vond hem heel schattig. Het is een soort van... ja, hoe noem je dit stofje? Een beetje matrozenachtig. Donkerblauw. En crème. Ik vond het heel erg schattig. En dan kwam ik ook nog in een klein souvenirwinkeltje. Ik wilde eigenlijk al een hele lange tijd een popsocket kopen. En ik twijfelde iedere keer om het te kopen op AliExpress. Maar iedere keer had ik het niet gedaan. Misschien ga ik er nog wel een keertje wel bestellen. Maar toen had ik uiteindelijk deze daar gevonden. Ik dacht eigenlijk eerst echt van, zal dit wel handig zijn? Ik weet het niet. Maar ja, het was maar 2,50 of zo. Dus ik kon het er altijd nog afhalen. En hij zit echt super goed stevig op. Natuurlijk moet je nog wel goed je telefoon vasthouden. Maar ja, hij kan gewoon zo staan. Kan je een filmpje kijken. Ook heel erg handig. Zo vasthouden. Zo. Ja, popsockets. Ik ben er laat mee. Maar ik vind het alsnog echt super handig. Dan heb ik dit jasje. En deze heb ik al eventjes teruggekregen van mijn oma. Ik had hem gekocht in de sale bij de Only. Ja, het is gewoon een lekker tussendoor jasje. Hij is blauw. Heeft leuke touwtjes hier. Best wel simpel, maar toch heel erg leuk. En ik ben hier heel erg blij mee. Dus bedankt oma. Ik weet dat mijn oma altijd mijn video's kijkt. Dan heb ik nog 3 sieraden. En als eerste deze uit Griekenland. Deze is ja, heel erg klein subtiel, dus je moet goed kijken. Maar ik vind hem wel heel erg mooi. Mijn zusje heeft hem in het goud. Dus dan matchen we ook nog. Hartstikke schattig familiedingetje of zo. En hij is van zilver en er zitten een paar blauwe steentjes in. Hij is heel erg mooi en subtiel. En deze heb ik gekregen van mijn ouders. En in hetzelfde winkeltje heb ik ook dit armband gekocht. Hij is wel soort van even kapot. Ik moet hem nog maken, want zoals je kunt zien zit er zo'n blauw sliertje aan. Die hoort er aan de andere kant ook aan te zitten. Maar omdat het handgemaakt is, was het er blijkbaar al te snel afgevallen. Helaas, ik moet dat even maken. Maar goed, hij is ook heel erg schattig. Leuke kraaltje in het midden, wit bandje en subtiel, maar toch heel erg schattig en leuk bij je outfit. Maar deze ga ik eerst nog eventjes maken. Dan kwam ik ook nog in Valencia in een winkeltje. Het was echt een heel klein schattig winkeltje met allemaal van die leuke sieraadjes, leuke ringen. En eigenlijk wilde ik daar een ring kopen, maar die hadden ze allemaal niet mijn maat, helaas. Alleen die vrouw die gaf ook gewoon nog aan iedereen die daar in het winkeltje binnenkwam een heel erg leuk en schattig kettingje. En deze heb ik gekozen. Er zit een bruin bandje aan en het is een libelle. Ja, ik vond het echt super lief. Ook dat we dat gewoon gratis kregen. Heel erg schattig. Leuk aandenken aan Valencia ook. Dan was dit denk ik voor nu het laatste. Laat me weten wat je vindt van mijn nieuwe camera, mijn nieuwe setting. En wat jullie van de spulletjes vonden. Wat vond jij het leukste? Laat me zeker even weten. Zou ik voor nu zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, te abonneren, te reageren. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer. Doei doei!